Oh, die dood is echt heel kut. Je kan er ook gewoon niet tussen komen. Die kist. Er is ook niks tegen te doen. Die kist is zo OP. Hij is sowieso gegoogeld van wat is de meest OP. Dames en heren, jongens en meisjes, wat leuk dat jullie kijken naar een goed nieuwe video op Legends of Gaming. Ik ben niet grappig en Raoul is ook niet echt grappig. En Joost, jij bent ook niet echt grappig. Nee, dus wij zitten wel kaal, Joost, hoor. Je bent wel kaal. Ja. Hey. Ja, en daarom zitten wij in de Dating Zone dus. En er is vandaag weer een Mystery Legend aanwezig. Wie zou dit kunnen zijn? Wij zijn benieuwd. Het moet toch wel een vrouw zijn, jongens? Ik denk Frank van der Slot. Ik denk Ronald. Ronald is wel een sterke. Ja, maar Ronald die voelt zich niet zo top. Ronald is wel een vrouw, ja. Oké, in de mensen die zich zeg maar niet top voelen, dan is het Rudy gewoon. Rudy, ja. Yo, ligt half te creperen voor het ziekenhuis. Hebben we al nagedacht over de optie dat het misschien PewDiePie is? Zo. PewDiePie, laat je eens even zien. Dit is... Oh. Ja, hoor. Ik ken het niet. Nee, is Juice. Ik zie Juice. Dit is... Zo'n juicer. Ik zie al die consoles. Is dit Billy? Nee, dit is Billy volgens mij. Nee, die heeft een andere kamer. Dit is Siri! Ik heb die kamer met mijn baard thuis Siri. Geweest. Ja, gewoon zitten daar. Hoe die microfoon gekanteld ik is. Ik ken die kamer. Ik zie die sticker. Ja, dit is Siri. Dit is zeg maar die ene vrouw van dat dingetje op je telefoon. De appel kan je stikken. Ik ken dit. Ja, appel kan je stikken. Ja, heel goed. Wat een beep. What up, welkom. Wacht, doen we nog steeds de bit met zeg maar, hey, wie is dit? Oh ja. Huh? Welkom in de Dating Zone, ben je klaar om eruit te vliegen? Ik ga jullie allemaal eruit trappen, jongens. Jeez! Oh, okay. Wacht even, Link. Link, ik hoor jou net zeggen, je bent bij haar thuis op haar kamer geweest. Ja. We skippen. Hey, wat gaan we doen, Don? We weten het niet. We gaan Nickelodeon All-Star Brawl doen. Nickelodeon All... Star Brawl? Dat is Super Smash, maar dan met Nickelodeon karakters. Super Smash met de spons. Oh shit. Echt? Dat kan goed. Oké. Vind ik leuk. Is het hetzelfde als Super Smash? Had ik eigenlijk wel willen spelen. Ja. Vind ik top. Dan ga ik eruit. Haha. Maar op jongens. Ik speel het ook niet, dus we gaan het zien. Matt wil even iets leuks zeggen. Ik wil niks meer zeggen. Nee, ik weet niet of jij wist dat Joost kaal was, maar dat moet je even weten voordat je deze film opgenomen wordt. Dat wist ik inderdaad niet. Nee, niet! Joost, doe die pet even af. Joost, doe die pet af. Je hoeft je niet te schamen. Nee, dat verblind ik jullie. Joost, no shame. Let's go, man. No shame. Let's go, man. Joost, moet ik team gaan. Oh shit. Wow. Heerlijk. Join the team, man. Weet jij dat? Gast, daar kan je een vliegtuig of twee of al op landen, man. Hey, zal ik anders maar... Laten we maar snel beginnen ook, joh. Maar die roe ook niet goed, hoor. Twee duimen op mijn beeldscherm zie ik. Maar je wilt van mij halen, in Joost. Zometeen ook twee kont. Van de editor even het gezicht van Joost op mijn ene duim, mijn familie op mijn andere duim. Het zijn twee duimen. Ik vind het niet een leuke grap. Ik lach maar over twee jaar. Wij zijn hier gewoon onze onzekerheid te tonen en dan gaan we zo de grond in stampen. Karma, ga maar een woordje smash spelen. Alle legends zijn twee duimen. Oké. Jongens, vandaag spelen we Super Smash met Nickelodeon karakters. Hoe vet is dat? Heel gaaf. Het is heel vet. Het is gewoon een afvalrace wat we vandaag doen. Dus de winnaar van de eerste ronde, die is klaar, die is veilig. Dan gaan we een tweede ronde doen met nog drie spelers. De winnaar daarvan is veilig. En dan gewoon een sudden death, de laatste match. De match van de dag. En dat gaat zo ongelooflijk spannend worden. En dat wordt waarschijnlijk Roel tegen ik. Want wij hebben dit nog nooit gespeeld. Dus, jongens, succes. Iedereen kiest een karakter. Ik ben Patrick. Ik ben Taf. Deze man heet Reginald, toch Raoul? Ja, Reginald. Dat is de vader van... Van de Thornberrys, toch? Van de Thornberrys, ja. Zo, Vliegende Hollander, baby! De Vliegende Hollander. Oké. Oei, dit is wel een emotie. Deze is goed hoor, deze. Oei. Deze is legendary, hoor. Dan hadden ze gewoon Danny Phantom moeten wie? Zijn. Ken je deze nog? Deze. Ik wil dat Patrick daar gaat staan. Oké. Let's go! Gaan we. Oké, jongens. Drie. Joink!
Oh, wacht, mijn controller doet het er niet. Joink! Oh, wacht, even stil. Hij doet het wel. Oké, hij doet het. Oké, let's go, dan gaan we dan. Au, oh, wat doet die vliegende Hollander? Wat doet die? Patrick, no, this is Patrick! Wat is... Ik wil even kijken wat al deze power-ups zijn. Oh! Ja, wat zijn de power-ups inderdaad? Hoe ga ik nou op platform? Kan het? Oh man. Ik kan gewoon springen toch? Het is zo wel makkelijker. Die vader, weet ik weet niet waar dat programma van is, maar die is echt goed, die rode. Dat is wat. Koen over 20 jaar! Koen over 20 jaar! Wow! I'm Patrick! Ik ben een fucking vis! Kijk maar gaan! Oh nee, oh nee, oh nee! Waar is Reginald? Ik ben neer, Reggie is neer. Reginald, gast. Joink! Oh nee, ik ben gewoon, dat is die trofee ook. Hoe zullen de items zijn ook echt wel? Wat is dit? Nee toch? Oh nee, waar ben ik? Oh hier. Wat doet hij? Oh. Als het Smash was, had ik iedereen zo hard gedomineerd. Ja, maar echt. Dat was echt mooi. Kijk me klappen dan, kijk me klappen. Clean sweep op iedereen. Kom op! Pak ze taf, schatje. Ik weet dat je blind bent, maar vertrouw op je voeten. Wow! Iemand is neer ook. Daar ging ik. Kijk me gewoon vissen dan, kijk me vissen. Oh. Heb je niet een soort van safe net of zo dat je ultra hoog kan springen? Ik weet het niet. Pak de krokodil. Nee, blijf hem af! Ik vind deze man gewoon niet chill ook gewoon. Kijk hoe lief de dino is, joh. Deze guy is niet chill. Kom naar beneden niet, joh. Wat is die draak allemaal aan doen? Zij ook wel een gamer girl, hè? Ja, maar die heeft gewoon geoefend. Is hij echt een gamer? Echt een hardcore gamer? Ja. Dan zijn we dus allemaal de lul. Ja, echt lul. Jullie aan het slopen is wat ik aan het doen ben. Ja, dat merk ik. Wat? Hoezo raak ik echt niemand? Oh, daar ging ik weer bijna. Oh, daar ga ik! Taf is compleet neer. Hoe ga ik hier naar beneden? Oh. Of domineer me echt hele... Oei. Jezus. Taf is wel pijnlijk aan het doen. Oh. 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 Laat me naar mijn deur, zeg maar één leven, Siri. Wegwezen. Siri, ik ben dood. Hoppa. Ik ben neer. Ja. Ik vind dit karakter niet leuk. Ik ga een andere kiezen. Spam! Patrick ook niet. Nee! Dus ik vloog af. Ja, maar Patrick en die draak hebben allebei nog twee levens. Oh, ik ben neer. Nou, niet ik meer. Ben... Patrick oh, zat nee, het beste ik voor ik ook gewoon. Au! Kijk maar in procenta, jongen. Ik ben echt one hit. Ja, Patrick die gaat er wel uitvliegen. Nee. Kom. We gaan even met z'n tweeën op die Patrick, maar Patrick is gewoon zwaar, dus dan laat hij... Patrick gaat er nu toch wel af, man. Oh, daar gaat hij. Oké, nou is allemaal 1 AP. En Taf staat er het best voor. Ah, Patrick ook trouwens. Ai, ik sta er heel slecht volgens mij. Zo, Patrick. Patrick, holy shit. Daar ging die Patrick, die dikke, vette Patrick. Hij zit net te bellen. Oh, dat is die No, this is Patrick. Ja, wat is dat? Dat is die telefoon. No, this is Patrick. No, this is Patrick. I'm not a Krusty Krab. Oei, daar ging hij. Leuke aanvallen, joh. Kijk mij, ik blijf hier lekker staan. Kijk wat zij doen, zijn de... Ja, dat is met z'n tweeën. Wat is dit nou? Wat is kijk, dit nee, nou? Nee, Patrick, die pakt me zo vast. Die Patrick die is echt een bulk. Ja, die heeft een van de grab inderdaad. Dit is met zielig speel vandaag, toch? Nee, dat doen we niet. Wat zit je nou te campen? Wat is dit nou? Ze is eraf! Oké, nou, zie je naar de volgende. Die dino campen, jongen. ik stond er zo goed voor, maar die Taf die kan niet springen. One. Jullie zijn allebei heel hoog ook. Ja, hij moet binnen jou toe komen. Hallo, kom maar naar mij toe. Hé, hey, hoppa. De buik. Harm was Patrick. Hij heeft wel 4 geKO'd, ik bedoel, fair enough. Oh ja, dat hij goed gedaan. Gewoon terecht gewonnen. Is de Patrick nou gewoon campen door? Jemig. Oh jongens, de Patrick aan Patrick. Nou, dit is niet dit is Patrick. 4 KO'tjes jongens, 4 KO'tjes. Nigel heeft hij trouwens, man. Hij heeft Nigel geweest. Hij is Reggie. Oké, jongens, Harm is door. Hij heeft een win gepakt. Lekker bezig, Harm. En wij moeten nu nog met z'n drieën uitvechten. Volgens mij ben ik Sandy hier dan, voor SpongeBob. Ik ben Lucy Loud. Ik weet niet wie dit is trouwens, maar shout-out naar Lucy. Shout-out. Ik ben Taf van Aptar. Lekker joh. Hey, Sandy, ik vond Sandy vroeger altijd zo knap. Jullie ook? Jij bent echt een furry gast. Ik was echt een Kim Possible fan. Oeh, ja. We hebben nog een hele leuke avond aan beleefd. Oeh. Hey, we zitten op een zandbak. En het zand kilt je, dus wees voorzichtig.
Succes. Wil jij aan die kant van de wip beginnen alsjeblieft en dan aftellen? 3, 2, 1, go. Is mijn koning niet lopen? Kan ik lopen? Jemig, gewoon, gewoon compleet genakt ook. Jemig, doet echt heel veel pijn dit. Taf, doe het niet. Jawel. Nee! Oké. Okay. Nou heb ik maar, niet, en, ik heb nou niet gehoord wie was. Wie is nou wie? Wie is... Joost is Sandy en Taf is Sier. Oké. Okay. Dus Raoul is die andere emo. Die grafkees. Raoul ziet de uitschakeling al aankomen. Van die emo. Oei. Hebben we een blok ook of? Ja, dat weet ik dus niet. Ja, ik doodskist. Hey, wat een glitch. Wat ben ik? Oda. Oh, ik ben dood. Ik ben nu al neer. Taf, joh. Is veel te sterk. Doe eens niet. Doe eens niet! Ja, dat gaat helemaal... Oh, kut. Oké. Oh, nou, dat was die. Nee. Die doodskist is heel kut ook. Oké, okay, mijn vierkantje is een soort van grab. Doodskist! Moet gehouden aan beide kanten. Alleen maar diezelfde move, alleen maar die kist de hele tijd. Dat deed je in Tekken ook toch altijd? Gewoon ja, alleen maar. Alleen maar. Hetzelfde knopje elke keer. Nee, doe eens niet. Oh, die dood is echt heel kut. Het is echt ongelooflijk. Je kan er ook gewoon niet tussen komen. Die kist! Er is ook niks tegen te doen, die kist! Hij is sowieso gegoogeld van wat is de meeste OP. We gaan samen op die doodkist, oké? Oh, gaan we dit zo doen? We gaan even teamen. Ja, maar die doodkist is niet doen, joh! Ik heb nog maar één leven. Heel pijnlijk ook. Lucy Loud! Jeetje. Dit is afgelopen. Ik heb hem geraakt. Lucy ben Loud. Ik Oda. Oh. Ja, daar is hij. Hij is eruit. Oh nee, daar gaat hij. Allemaal nog één. Even nog een leventje, joh. Oh. Ik kan niet door die doodjes heen. Dat is gewoon niet te doen. Oké. Okay. Oh, daar ga ik. Oh, ze is klaar. Roe versus Joost. Tegen Joost. Roe. Ik lig eruit. Nee. Kom dan. Oh, heel kut. Nee! Boom! Nee! Nee! Yes! Nee! Zo! Ja, joh, maar die... Wow! Die kist is echt short range, joh. Echt hoor. Oh mijn god, ik had echt 100 plus AP, joh. Ik heb ook al respect voor dat je dit nog gedaan hebt tegen die doodskist, joh. Ik moest het echt timen. Ik moest wachten tot hij net omhoog ging, anders was het niet te doen, joh. Oh man, mijn hart gaat tekeer, zeg. Ik heb zo vol spanning gevoeld. Die doodskist, hoe kan dat? Wat een OP aanval. Dat was echt ongelooflijk. Je kwam er niet doorheen ook. Oké, jongens, ik ga het team van de spectators joinen. Het wordt een 1v1 tussen Raoul en Siertz. Voor de plek in het team. Ik wens jullie veel succes en de ballen. Dankjewel, Joost. Hey, goed gespeeld, jongen. Oké, ik ben Leonardo, ik ben de blauwe. Siri is Caprio-achtig, hoe heet hij? Michelangelo. Michelangelo. Mikey. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Even vaste start. Nee! Oh, Jesus, oké. Ja, maar kijk er nou om. Ik ga het slaan zo. Broodjes alleen maar te swipen. Broodjes meer op de kist. Dubbel betaald. Hij ook zielig spelen nu? Kom dan. Gaat zielig doen, man. Je hebt een zwaard, joh. Je bent een zielige zwaard, man. Je hebt meer range dan ik. Oké. Man. Ja, ik wil naar onder, maar... Dat mag niet in dit spel, volgens mij. Hey! Oh. Nu al? Wat is dit voor iets doms? Ja, volgens mij is de map gewoon niet zo groot. Hey joh, je kan niet zomaar omhoog. Oh shit. Zo, wat was dat nou weer? Die ga ik de hele tijd herhalen. De helikopter? Jeetje joh. Gaat hij nou ook zielig spelen? Man, deze knoppies. Ik ben zo gewend aan de smash knoppie. Nee! Ja! Nee!
Ja, ja. Ja, Siri zit aan het echt te trollen, jongens. Siri is aan het trollen. Je merkt het weer, oh, hè. Choking. Oh, oh, oh. Daar komt hij. En er komt daar een helikopter. Hatsakee. Game recovery in dit spel. Helikopter. Ik ben nu ook weer af. Oké. Je hebt een leven extra, joh. Je moet echt op een concentratie gaan vechten nu. Maar dit spel is niet te spelen. Je bent een zielige zwaard, man. Je hebt voordeel met een lang zwaard. Een helikopter ook gewoon. Ja, maar je hoeft maar één keer te hitten, volgens mij. En dan... Met mij niet. We zijn letterlijk dezelfde man, alleen met een ander wapentje. Oeh, daar gaat die Siri. Nee! Hey, wacht! Doei! De ene keer dat hij niet door het platform moet gaan, gaat hij door het platform heen. Ja, dat meen je niet. Gespeeld. Heel jammer. Nu al gespeeld. Dat meen je niet. Sorry, Siri. Ja, dat spel ben ik. Nou, maar je hebt wel je dagfiet te pakken, dus dat is heel erg lekker. Dat is ook niet, hè. Die huilende SpongeBob daar rechts is ook gewoon echt een teken voor Siri. Binnenkomen en janken. POV, je bent Siri. Nou, ik vond het wel spannend, hoor. Dit was bizar spannend, hoor. Zo, Roel in het begin ook gewoon even die lengte zo heel tijd. Intens. Hetzelfde zo. Ja, maar dat zwaard is eigenlijk een verlenging van jezelf. Ja, dat klopt. Heel smerig. Deze man komt met twee lange zwaarden aan en ik heb een stokje. En toen had ik die helikopter uitgevonden en toen dacht ik, ja, weet je, dit is het. Dit was afgelopen. Nou is het relletjes geweest. Ja, nu is het klaar. Over met de pret. En maar Siri, je bent er nog maar net en dan ga je weer. Dan ga je weer, joh. Ik wil er vandoor, ja. Ja, maar Siri is druk, hè. Die gaat zo meteen gewoon vol afspraak weer. Ik heb even een drukke zakenvrouw natuurlijk. Ja. Maar wildcard, toch? Je moet even een monoloog houden voor een wildcard. Ja, even een speech. Speech. Dan mensen kunnen je terugstemmen. Kunnen mensen me terugstemmen? Ja. Ik weet helemaal niet hoe dat werkt. Een wildcard. Dan moet je gewoon zeggen stem op mij en dan kom je terug. Misschien. Misschien. Ja, stem op mij. Ik ben de enige vrouw hier, weet je wel. Het is een beetje sneu. We hebben meer presentation nodig. Zeker. Dus ik zou zeggen stem op mij. Overtuigd ben ik, hoor. Ja, ik denk dat we QC niet meer terugzien, jongens. Zat die blik in je ogen, Link? Het was overtuigd echt gewoon, ja. Zo, ik ga terugstemmen, kan ik vertellen. Link baalt er heel erg van. Ja, heel eerlijk. Spijt me zeer. Dan gaan we, babe. Spijt me zeer, Link. Ga je missen. Ja, jongens, dit was de Danger Zone voor vandaag. En het was hartstikke leuk, het was hartstikke spannend. Maar we zijn allemaal een ronde verder, behalve Siri, helaas. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dikke doei, dikke later. Dan moet je ook nog de rest zeggen. Sperma is dikker dan water. Heel goed.